En ik zou willen vragen aan de jongens dat degene die ik voorstel eventjes een stapje naar voren zet. Dat is altijd makkelijker voor de jury. Beginnen, dat doen we met Sidi Reinders. Sidi Reinders die komt uit het type B, is 22 jaar en hij studeert voor leerkracht, secundair onderwijs en dat voor de vakken Nederlands en gezondheidsopvoeding. In zijn vrije tijd kan je vooral op het voetbalveld terugvinden en de dagen dat hij niet voetbalt, helpt hij een handje mee op de crafting. Daar begeleidt hij de klanten, maar geeft hij ook les aan kinderen. Sidi hoopt vooral zijn studies succesvol af te werken en nadien zou hij graag nog iets doen op zelfstandige basis waar hij heel de wereld mee kan zien en verschillende culturen kan opsnijden. Naast hem staat Bjorn de Neuker. Bjorn die komt uit Wellen, is 30 jaar en hij is afgestudeerd als leerkracht LO. Nu werkt hij momenteel als magazinier bij Klobasje, ik hoop dat ik dat juist uitspreek. In zijn vrije tijd houdt hij zoals de meeste jongens van voetbal. En af en toe kan je hem ook in de fitnesszaal terugvinden. En natuurlijk gaat hij ook graag iets drinken met vrienden. In de toekomst wil Bjorn graag zijn eigen huis hebben en zo ver mogelijk willen geraken in alle dingen die hij onderneemt. Maar eerst en vooral wil hij lang en gezond blijven. Bjorn en Sidi. En de paar vrije uurtjes die hij dan nog over heeft, wel dan spendeert hij dat als leidinggevende bij de KNJ. Als kleine jongen wou hij zoals zoveel tijdsgenoten politie of brandweerman worden of ambulancier, maar in de loop van de tijd veranderde zijn visie hierover. Met de problemen die zich de laatste jaren voordoen in onze maatschappij, is hij op zoek gegaan naar een uitdaging waarbij hij mensen kan helpen. Zijn voorkeur die gaat uit naar een psycholoog. De specialisatie, wel, die moet nog ingevuld worden. Emiel Janssen. En als naam staat Kevin Bas. Kevin Bas komt uit Sint-Truiden. Hij is 29 jaar jong. Hij is afgestudeerd als gespecialiseerd dierenverzorger, dierenartsassistent. En nu studeert hij nog eventjes verpleegkunde erbij. Kevin is actief in de paardensport, meervoud in de discipline dressuur. Hij zit ook op een sportschool en doet aan topgymnastiek. Verder is hij in zijn vrije tijd ook vaak bezig met honden en mode. Hij wil graag een voorbeeld zijn voor iedereen en zoveel mogelijk mensen helpen om gelukkig te zijn. Het liefst van al zou hij een rolmodel willen zijn voor de mensen die niet in zichzelf geloven. Hij wil ze helpen om zelfvertrouwen te krijgen en ze de liefde geven die ze verdienen. Kevin Bas.
En onze laatste kandidaat, die moet het jammer genoeg alleen doen hier op het podium, maar ik denk dat hij groot genoeg is om zijn mannetje te staan. Jasko Tulle, hij speelt een thuismatch, want hij komt uit Hasselt, is 26 jaar. Jasko die werkt in de staalgieterij. Hij houdt van Giro en zijn vrienden. En ja, hij gaat ook geen nieuwe uitdaging uit de weg. Vandaar dat hij hier is vanavond natuurlijk. Jasko Tulle.